Maar wat voor wedstrijd hebben wij gezien vanavond? Ja, ik denk toch een redelijk historische. Barcelona dit seizoen nog niet verloren. En vooral de manier waarop Ajax voor rust speelde, dat was wel heel bijzonder. Barcelona werd eigenlijk op de Barcelona manier bestreden en verslagen uiteindelijk. Ze hebben nu een trainer gekregen dit seizoen en die speelt wat meer directer. Waardoor Barcelona niet meer zo voetbalt zoals ze normaal gesproken gevoetbald hebben. En je zag eigenlijk pas zeg maar, in de wedstrijd vandaag zag je dat Barcelona een beetje speelde zoals ze normaal gesproken speelden. Namelijk met heel veel korte paasjes dichter naar het doel van de tegenstander komen. Dat deden ze pas toen ze 11 tegen 10 kwamen. Dus ze zijn... Ja, ik weet het niet. Ik heb het idee dat het beste er een beetje af is ook bij Barcelona. Maar het is lullig om dat niet te zeggen. Nou, je zit toch af te doen, geloof ik, van een bepaalde club hier. Dat is lullig voor Ajax. Maar ja, goed, ja, Barcelona was al bijna gekwalificeerd. Ja. Maar goed, Ajax is fantastisch gedaan. Ja. Een geweldige prestatie. Hulde.